eigen veld is FC Lienden tegen VVSB tegen de eerste nederlaag in deze competitie aangelopen. Wouter de Vogel zat voor het eerst bij de wedstrijdselectie, terwijl Mike Vreekamp, Erik van Eem en Mo Ajag wegens blessures nog ontbreken. Voor aanvang van de wedstrijd werd 1 minuut stilte in acht genomen wegens het overlijden van oud-voorzitter en oud-eerste elftalspeler van FC Lienden, Bert Eickhout. FC Lienden en VVSB zijn twee ploegen die, zoals in de laatste seizoenen is gebleken, aan elkaar gewaagd zijn. Dit bleek deze wedstrijd niet anders te zijn. Het werd een wedstrijd met twee gezichten en een uiteindelijk verdiende winst voor de gasten. In de eerste helft van een overigens matige wedstrijd was FC Lienden de bovenliggende partij, zonder dat de ploeg van trainer Hans Kraaij junior echt grote kansen wist te creëren. In de beginfase zag Lukili zijn schot door VVSB-doelman Van der Meer met de voet gekeerd en bleef het bij een paar cornerballen voor de thuisclub tegen het stugge VVSB. In de 20e minuut mocht FC Lienden in kansrijke positie een vrije bal nemen. De door Mo Bendadi ingeschoten bal werd gestopt door de VVSB goalie. VVSB kwam in de eerste helft nauwelijks voor het doel van keeper Schimmel. Het bleef bij twee spaarzame uitvallen met enig gevaar. De laatste wapenfeiten aan FC Lienden-zijde in de eerste helft waren een uit een draai hoog overgeschoten bal van spits Van der Laan en van te grote afstand geschoten bal van Lukili, die daardoor een eenvoudige prooi werd voor de doelman van VVSB. Met de 0-0 brilstand bij rust kreeg de thuisploeg te weinig. In aanvallend opzicht bleek de ploeg echter machteloos te zijn deze wedstrijd, hetgeen uiteindelijk de ploeg zou opbreken. In de tweede helft zagen de toeschouwers een andere wedstrijd. VVSB kwam fel uit de kleedkamer en zat beter in de wedstrijd. De gasten uit de Bollestreek lieten zien zeker niet over een slechte ploeg te beschikken. FC Lienden daarentegen was onherkenbaar. De doorgaans zo solide verdediging liet steekjes vallen. Het middenveld werd uit handen gegeven en in aanvallend opzicht bleef het bij spelden prikken. De wil was er zeker, maar de zogeroemde passie ontbrak en het werd een rommelig en er werd onsamenhangend gespeeld. Al snel na rust nam de ploeg uit Noordwijkerhout de leiding in de wedstrijd. Een vrije bal werd niet goed beoordeeld en Jordi Zwart kon eenvoudig scoren. In de 56e minuut greep trainer Hans Kraaij junior in. De kruik werd naar de kant gehaald en Wouter de Vogel mocht aan zijn competitiedebuut voor FC Lienden beginnen. De nieuweling deed gelijk van zich spreken, want bij zijn eerste balcontact zag de Vogel zijn schot net over het VVS-doel verdwijnen. In de 64e minuut resulteerde een goede kopbal van Mo Bendadi in een corner. Maar de beste kansen waren toch voor VVSB. De wedstrijd had in de 72e minuut nog een wending kunnen krijgen als scheidsrechter Van Herk een duidelijke overtreding op Van der Laan in het strafschopgebied niet weggewijfd had, maar een strafschop had toegekend. In de 78e minuut tekende VVSB uiteindelijk de 0-2 aan. Goed aanvalsspel en de geboden ruimte benuttend leidde tot een treffer van invaller Tim de Rijk. In de slotfase, waarin trainer Hans Kraaij junior nog wel wisselde, verzuimde Van der Laan nog de eer te redden door in vrije positie voorlangs te schieten. Na een wel heel magere extra speeltijd van 4 minuten eindigde de wedstrijd in een op grond van de tweede helft verdiende winst voor VVSB. De bekersensatie van afgelopen seizoen begroette de eerste 3 punten in de tweede divisie uitbundig. FC Lienden liep tegen de eerste competitienederlaag in de tweede divisie aan. En duidelijk is dat een aantal basiselementen die essentieel zijn voor een goed resultaat deze wedstrijd ontbraken.